Oh, wat lollig. Wat een lollig verhaal, zeg je. Van de geit meteen. Jammer dat er geen honkbalknuppel stond. Ha, jemie, nee, wat zijn we geestig. Ja, dan dus de hele context van dat programma deugt niet. En heeft ook nooit gedeugd. Het Verlossum, kunt u mij horen? Er zijn ook mensen die vragen zich af wat jij van Johan Derksen vindt. En waarom we daar niks over zeggen. Oh, nou, ik moet zeggen, ik vind het nou niet zo'n geweldig onderwerp. Ik wil er wel iets over zeggen. In principe vond ik Johan Derksen, die ik wel eens geïnterviewd heb, een aardige man. Die serieuze belangstellingen heeft. Met name weet hij veel van de Verenigde Staten. Muziek van de Verenigde Staten. Maar Johan Derksen is natuurlijk tegelijkertijd ook iemand die het ook wel leuk vindt om te provoceren. Dat is zonneklaar. Ik heb begrepen uit de verhalen dat hij daar zijn hele leven last van heeft gehad. Provocatie. Ik zeg wat ik denk en ik doe wat ik zeg. Dit type van werk. En daar komt bij dat hij de pech heeft gehad, naar mijn idee, dat hij natuurlijk overigens dik betaald in helemaal de verkeerde talkshow terecht is gekomen, waar, hoe zal ik dat nu eens beleefd zeggen, jonge mannenpret domineert. Waarbij bovendien natuurlijk de leidende geest van dit bedrijf, die Van de Grijp, ja, dat is zo'n man die nooit ouder is geworden dan 17. Dus die vindt dat type van grappen leuk. En natuurlijk ook dat eeuwige stomme gelul over dat voetbal. Hè? Of ik even terug mag schakelen naar het programma met mijn broer en zus. Waar alles in een paar minuten, al dat stuk wat in een paar minuten doorheen gejast worden natuurlijk. Het kan niet anders. Hè? En over voetbal mogen we in Nederland onbeperkt, eindeloos doorleuteren. Voorbeschouwingen, nabeschouwingen, biografieën van voetballers. Nou ja, gaan ze maar door. Het was nu breder, hè? Die talkshow die ze dagelijks deden vandaag in Zuid ging over de politiek. Ja, dat zal haast wel. Maar goed, je weet, daar hing wel zo'n adolescenten. Kantinesfeer. Ja, hoe heet dat nou? Hoe heet die fase van het leven, nietwaar? Kortom, het zijn mannen die nooit ouder zijn geworden dan lekker gas geven in de auto. Een grote mond, lachen om seks en poep. In essentie een infantiele wereld. Dat is Van de Grijp. Dat is een groot kind. En ja, dat vond Johan natuurlijk toch weer interessant. Het betaalde goed, dat kwam erbij. Het ging meestal over voetbal, dat vindt hij ook interessant. Ja, en dan krijg je dus dat Johan overigens vrij stomzinnig dat verhaal vertelt. Waar hij overigens wel bij zegt dat hij er verschrikkelijke spijt van heeft enzovoort. Maar het valt in de sfeer van dat programma, valt het te beschouwen als, oh wat lollig, wat een lollig verhaal, zeg je. Van de Grijp meteen, jammer dat er geen honkbalknuppel stond. Ha, jemie, nee, wat zijn we geestig. Ja, dus de hele context van dat programma deugt niet. En heeft ook nooit gedeugd. Maar het is voor de mensen die het leuk vinden. En dat zijn de jonge mannenkijkers. Ik heb er één keer bij gezeten in zo'n tent. En die zat vol met dronken jonge mannen. En die vinden Grijpen de Heer Jezus. En echt waar. Die zijn ervan overtuigd dat die man een grootste zending in deze wereld te vervullen heeft. En je bent ook nog een keer bij geweest toen het over Ajax ging. Toen was Van de Grijp er niet. Ja, maar toen was Van de Grijp er niet. Die was om een of andere reden afwezig. En dat was een heel normale uitzending. Die was depressief toen. Ja. Ah, nou, dat verbaast mij niets. Want dit is natuurlijk een patroon. Hè? Dit is manisch depressief. Dus of je vindt de honkbalknuppel een ongelooflijk lollig idee. Hè? Of je zit depressief thuis. Het geeft te denken. Dus ja, dat is denk ik het noodlot van Johan. Dat hij houdt van de provocatie. Dat hij denkt, ik ga dit eens vertellen. Waarbij hij nogmaals zegt, het spijt me verschrikkelijk. En ik zou het tegenwoordig niet meer doen. Althans, dat was erin. Ik heb het niet gezien, by the way. Ik heb het alleen gelezen. Ja, en dan zit je in de context van dat programma. Gaan de jongens lachen. Hè? Ja, maar hij gebruikt eigenlijk. Zijn mensen vergeten, of de mannen vergeten hoe ze waren toen ze 16, 17, 18 waren. Hè? Maar dat voetbal, hooligans, wat is een fijne wereld, hè? De wereld en het voetbal. Geweldige wereld. Nog steeds een wereld waar je niet kan zeggen dat je homo bent. Nou ja, of je moet er een 7 uur televisieuitzending aan besteed worden. Ja, maar dat benoemen zij ook allemaal, hè? En de anekdote die jij nu schetst, gebruikte Johan om aan te tonen. Het ging over Johnny de Mol. En hij gaf aan, ja, iedereen heeft wel eens iets stoms gedaan toen hij jong was. Alleen dat is toen uit zijn verband gerukt natuurlijk in dat programma.
Ja, maar dat zou misschien in een enigszins normale talkshow, had dat redelijk over het voetlicht kunnen komen, al betwijfel ik het toch. Maar inderdaad, hij zei, hij vond dat spijt en hij vond het verschrikkelijk en zo. Maar in deze talkshow, in deze atmosfeer, viel dat op de vruchtbare grond van jongenspret. Hè? Ho, 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 wat kunnen we toch lachen om poep, pies, seks. Stomme vrouwen, god allemachtig, wat is dat toch ontzettend leuk. Dat had Johan kunnen weten, maar hij is natuurlijk ook meegezogen door zijn provocatieve ijdelheid, denk ik, heeft hij dat verhaal verteld. Ja, en nu is het gewoon... Want maak je geen zorgen, die lui komen gewoon weer terug. Ja, denk je dat? Ja, joh. Hoezo denk je dat? Nou, omdat er goed naar gekeken werd. Overigens veel minder goed dan iedereen aanvankelijk dacht dat het zou gebeuren. Ruim 1 miljoen kijkers toch voor de laatste uitzending. Ja, voor die laatste uitzending. Omdat ze al wisten dat. Maar ik begreep dat daarvoor waren ze toch van het initiële niveau fors naar beneden gezakt. Hmm. Maar wat daar wel ook weer... Het gaat met alle talkshows natuurlijk relatief slecht. Ja, maar dit was wel een ander geluid. En Jinek en Bo, dat is trus en droevige cijfers. Maar ze zeggen wel, daar hoor je altijd dat woke geluid. Hè? Dat geluid wat nu helemaal in is. En dat was toch bij Vandaag Inside, bij Derksen, was toch een ander geluid te horen. Mag ik er dan van zeggen dat ik zowel het woke geluid als het poeppies en seksverhaal van de jonge mannen precies even vervelend vind. Dat ik het bovendien hoogst eigenaardig vind dat tegenwoordig talkshows vooral gaan over andere talkshows. Het is een wonderlijk incestueus circus geworden. Ja, waar je soms van denkt, voor mij hoeft het niet zo. Hoe bedoel je dat? Dat het gaat over andere talkshows? Nou, ik begreep dat alle andere talkshows weer gingen over die talkshow van 7:30 en hoe heet het? Vandaag International, nee. Ja, Vandaag Inside VI. Vandaag, ook okay, zijn er voorzelfde letters natuurlijk. Ja. Dat kunnen de jongens onthouden. Ja, ja. Oké, maar jij denkt dus dat ze terugkomen. Jij vindt het niet zonde dat de pluriformiteit van het medialandschap... Ah, houd toch op. Dat wordt nu gezegd, hè? Ja, flauwekul. Dat het geluid niet meer te horen is. Dus dat is wel mij is de ruimschoots pluriform genoeg. Iets meer alterstukken zou ik zeggen, dat kan helemaal geen kwaad. Ja. Het was wel een programma dat ook niet geschript was, hè? Dat moet je aanspreken. Daar stond niets vast, het gebeurde aan tafel. Ah, ja. Nogmaals, de atmosfeer is van dat programma was toch dat je... Heeft Van der Gijp zich ook wel eens niet als vrouw verkleed, ook om een lolletje. Met een pruikje. Er is toch een naam voor, dit is toch het kleedkamerhumor of zo. Ja, ja. Ik heb geen hoge pet op van de voetbalwereld. Ja, het spijt me, het zou wel discriminerend zijn als ik dat zeg, maar jongen, wat een wereld moet dat zijn. Ik zit dus even te kijken wat we nog niet hebben gedaan. Fortuin hebben we gehad. Fortuin hebben we nu wel eens... Kijk, ik blijf bij het punt dat de dramatiek zit in het feit dat hij vermoord is. Ja. Door een gestoorde eendling. En als je vermoord wordt, dat geldt net zo goed voor Kennedy, dan heb je een heel wonderlijk afterlife, een heel wonderlijk naleven. Want ook nu, er werd een meneer geïnterviewd op straat bij een van die programma's van, hoe denkt u over Pim? Nou, Pim was dan de Heer Jezus zelf geweest, dat was wel duidelijk. En die zei toen ook, ja, als die was blijven leven, dan was Nederland een heel ander land geworden. Echt heel anders dan het nu is. En ja, dat is evidente nonsens. Ja. Zijn moeder heeft wel gezegd, de moeder van Pim, als je de politiek in gaat, eindig je zoals Kennedy. Oh, nou ja, dat is... Kijk, dit is een voorspelling die uit is gekomen. Ik wil graag daarbij een overzicht van voorspellingen die niet zijn uitgekomen. Ja. Heb je hem eigenlijk ooit ontmoet, Fortuin? Ja, meerdere malen. En hoe was dat? Nou, best gezellig. Hij was goede spreker. Ja, ik vertel altijd de schoenenincident. Heb ik dat nooit eerder verteld? Maar ja, goed, wij zitten daar te wachten om aan de beurt te komen als sprekers. Want we waren allebei bij die Speakers Academy natuurlijk. Maar hij verdiende wel een stuk meer met die lezingen dan ik. En hij keek naar mijn schoenen. Ik had toen nog van die bruine palladiums aan. En toen zei hij, wat een lullige schoenen heb je aan. En toen stak hij zijn eigen elegante voet stak die naar voren. En met die schoenen eraan. Zei, kijk, dat is 4000 gulden handgemaakt. Het was een ongelofelijke heideltuit. Het was ook een... Ja, je moet dus eigenlijk wat lezen over wat die medewerkers van hem, toen hij dan aan zijn
komeetachtige carrière begon. Wat ze over hem zei, het was natuurlijk een ongelooflijke irritante querulant. Eerste klas werkelijk. Ik weet niet wie, ik geloof Kai van der Linden, die zei, als je met Pim gaat eten, het is maar één grote stennismakerij over de bediening, is die goed en het eten deugt niet. Oh ja, en, zij maakt overal een theater van. Ja, of het was allemaal de dramademocratie. Ja. Ik weet niet, een of andere Vlaming heeft dat uitgevonden. Ja. De dramademocratie. De democratie die in feite volledig bestaat uit een toneelstukje voor de televisiecamera's. Ja, dat zei Rosemuil op een gegeven moment. Net als die stomme televisiedebatjes. Hè. Hou daar ook mee op met die onzin. Rosemuil zei dat toen, van Pim maakt overal theater van. Zei hij in zo'n debat toen. Ja, nou is politiek tot op zekere hoogte altijd theater, maar je hebt heel erg intensief theater. Hè? En je hebt je ook dat het wat minder is. Ja. En dan is natuurlijk die fameuze, nou ja, dat Paul Witteman showtje, hè? Van die beroemde avond van de uitslag in Rotterdam. En ja, dat is, daar heeft Melkert wel een hele treurige... Het was wel in een hele treurige situatie gemanoeuvreerd. Dat had hij niet verdiend, naar mijn idee. Maar heeft hij dat niet een beetje aan zichzelf te danken gehad? Hij was moe, hij was humeurig, dat is waar. Hij kwam met Leeuwarden, een lange autorit. En Pim zag onmiddellijk de mogelijkheden van het moment. Het was een talentvolle performer voor de televisie. Ja, want Fortuyn komt in Rotterdam. Als hij iets kon, dan was het wel Jenne. Hè? Zo, meneer Melkert. Zo, u kijkt er niet al te vrolijk vanavond. Hè? Ja, dat was zijn stil. Maar dat begon hij niet meteen mee. Kijk, Melkert had hem ook kunnen feliciteren aan het begin. Dat deed hij ook niet heel erg uitbundig. Nou, daar krijgt hij eigenlijk niet, als ik me goed herinner, niet echt de gelegenheid voor. Omdat tenslotte Witteman zei, moet u hem niet feliciteren. Nou, had hij hem eerst niet de gelegenheid had gegeven. Dus ja, ik kan me voelen, ik voel dat Melkert in dat misschien niet bedoelde of gearrangeerde, dat was het zeker niet. Maar Melkert, die werd tekort gedaan. Ja, maar had Melkert niet gewoon sneeuw moeten zijn, even naar hem toe moeten stappen en zeggen... Nou, we zeggen, Melkert was een iets minder begaafde tv-performer dan Pim Fortuyn. Ja. Dat geldt ook voor Dijkstal en alle anderen die daarbij zaten. Want Dijkstal die... De anderste van de lui die daarbij zat was Balkenende. Ja. Ja. Die had namelijk een deal met Pim gesloten. Zij gingen elkaar niet afbranden. Oh, was dat zo? Ja, degene die het meest geprofiteerd heeft van het Fortuynjaar was Jan-Peter Balkenende. Waar staat dat zo is, dat ze die deal hebben gesloten? Nou, dat moet ergens staan. Ik kan het niet verzinnen, dus daar ben ik niet creatief genoeg voor. En Hans Dijkstal wilde bij dat debat bijna naar huis lopen. Ja, dat was ook hartstikke laat. Dus Dijkstal dacht van flikker op. Ik ga naar huis, dat kan ik me best voorstellen. Het was wel legendarische televisie, toch? Als er iets fout gaat, is het altijd legendarische televisie. Ja, dat is absoluut een feit, ja. God, ja, wie herinnert zich niet dat er ooit door mensen in de studio op elkaar geschoten is bij Karel van der Graaf. Hè? Of is dat nu ook ondertussen een beetje verheven? Hoe zou het met Karel van der Graaf gaan? Geen idee. Zou die nog bestaan? Ik weet het niet. Hele succesvolle talkshow host. En, ja. Onder andere in een dramatisch moment, wat ongetwijfeld wereldwijd is uitgezonden. Dat twee lui uit Suriname, die kregen herrie met elkaar en toen werd er geschoten. Ja. Ja. Kijk, als iemand doodgeschoten is, ook in Amerika. Ja, nee. Even we dwalen af. Ja. Maar. Melkert nam het Witteman ook nog jaren kwalijk, volgens mij, hè, dat hij daar in dat ik debat. Ik kom me daar bij iets bij voorstellen. Ik denk niet dat Witteman dat zo expres heeft gedaan. Maar het was ongelukkig. Het was ook niet een moment waarop Witteman echt geschitterd heeft. De Witteman zei... Omdat de Witteman bij mijn weten alle sympathie had voor de Partij van de Arbeid. Ja, maar hij heeft later gezegd van ik vond dat Pim had zo gewonnen. Hij had wel even de ruimte om ook iets te mogen zeggen. En, precies. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar dan de manier waarop die ruimte door Pim gebruikt werd, dat was dan weer typisch Pim. Ja, ja. Er is nog eventjes een vraag. Was Pim intelligent genoeg om te begrijpen dat wat hij had aangericht, dat hij daar de grootste mogelijke problemen mee zou krijgen? Wat bedoel je? Nou, dat hij natuurlijk allerlei beloftes had gedaan dat alles anders zou worden en alles vernieuwd zou worden. Hij begreep ook wel dat voornamelijk slappe retoriek was natuurlijk. Ja. Wat ik erover gelezen heb, was hij enorm gespannen in deze... Ja, dus hij vond het prachtig en tegelijkertijd, ja, hij begreep dat hij in een pot geroerd had waar ook hele akelige dampen uit zouden kunnen opstijgen. Ja.
Maar goed, hij dacht natuurlijk, laat ik eerst maar winnen en dan kijken we dan wel verder. Dat zou kunnen, maar natuurlijk, hij zou natuurlijk, als, ook als hij was blijven leven, zou hij in no time in de grootste politieke problemen zijn geraakt. Ja. Denk aan die fractie. Hè? Toen hij dacht, ja, dit is een gezelschap. Daar moet je nou nog eens een heel leuk stuk over schrijven. Hè? Een beetje, zou die mevrouw Goos, die moet van dit fractieschouwspel een magnifieke vijfakte kunnen maken. Ja. Mevrouw Goos, wilt u dat doen voor mij? Ja. Maar in de persoonlijke omgang was het dus een leuke man, Pim Fortuyn. Was het gezellig, lachen, leuk? Nou, ik moet zeggen, ik vond hem helemaal niet onaangenaam of zo. Nee, absoluut niet. Ik wist niet wat hij ging aanrichten. Dit speelt zich af, weet ik veel. Meerdere malen, ook bij een discussie, voor de ASFA. En hij was veel te laat. En hij bleek dat hij zich in de tijd vergist had en zo. En dan was hij niet arrogant van, je mag blij zijn dat ik überhaupt ben gekomen of zo. Nee, hij was vreselijk. Sorry, het spijt me ontzettend. En mag ik niet toch nog wel meedoen? En ja, altijd de dandy natuurlijk, dat wel. Maar nee, ik had persoonlijk helemaal niets tegen Pim. 0,0. Er is nog een vraag over het Nero-bevel van Hitler. Iemand die vraagt of je daar eens iets wil over vertellen. Dat alles vernietigd moest worden? Ja. Is dat de bedoeling? Precies. En ook de relatie met het Romeinse Rijk. Schijnbaar hebben in de Romeinse tijd was dat ook normaal om te zeggen, we verbranden de hele stad. En wat is de relatie tussen dat gebeuren en Hitler met zijn bevel? Nou, dat weet ik niet. Het lijkt mij niet dat Hitler dit aan Nero ontleend heeft. Dat kan ik me niet voorstellen. Het ligt heel anders. Kijk, Duitsland had verloren in de Tweede Wereldoorlog. En dat vond Hitler een bewijs voor de slapheid van Duitsland en van de Duitsers, die niet hard genoeg gevochten hadden en niet genoeg hun best hadden gedaan om het Derde Rijk op de been te houden en te laten triomferen. En daarom, wat hem betreft, konden de Duitsers verder in de stront zakken en daarbij om het leven komen. En vandaar dat hij ook opdracht heeft gegeven aan mijn speer om alles op te blazen. En dat is allemaal niet uitgevoerd. Ik meen ook dat hij, had hij ook niet opdracht gegeven om heel Parijs met de grond gelijk te maken, om op te blazen, of weet ik het wat. Ja. Wat ook niet uitgevoerd is door de Duitsers die daar toen nog iets over te vertellen hadden. Hmm. En of dat nou iets met Nero te maken heeft, dat zou ik niet weten. Bovendien lijkt mij Hitler geen Nero-adept, eerlijk gezegd. Dit staat er in ieder geval op Wikipedia. Het bevel van Hitler, in ieder geval het Nero-bevel. Maar is dat omdat Hitler op papier gezet heeft dat hij dit een prima ideetje vond van Nero? Of dat gewoon, het lijkt op elkaar. Dat Nero, weet ik, ja, ja. Die speelde op de Citer of weet ik waar die op speelde. En terwijl Rome brandde. Precies. Nou, dat moeten we misschien nog eens even uitzoeken en later op terugkomen. Zeg men. Ja, ik zit daar niet goed in, kan ik je wel verzekeren. En Speer is niet ter dood veroordeeld. Dat wil de vraagsteller. Nee, precies. Omdat Speer natuurlijk ook het talent had om een beschaafde... Speer was een beschaafde man en kon ook een beschaafde indruk maken. En zei ook, ik heb er spijt van. Helemaal verkeerd. En bla, bla, bla. En ja, terwijl hij natuurlijk in principe precies even erg was als dat dan die andere lui die daar in die beschuldigde bank zaten. Denk aan die bekende foto's. Nuremberg kunt u ook nog gaan kijken, al is de rechtszaal niet meer wat die was. Maar het gebouw zelf is... Ga maar eens kijken, als u toch in de buurt bent. Ja. Der Untergang was deze week nog op tv. Op NPO 2. Heb ik nog een stukje naar zitten kijken. Ja, je weet dat ik heb problemen met gedramatiseerde geschiedenis. Ja, Bruno Gans doet het geweldig, maar ik denk altijd, hij was een kop groter dan Hitler. Dus ik heb daar nog steeds problemen mee. Maak een documentaire, honderden prima documentaires over Hitler gemaakt. We weten veel van Hitler, dus voor mij hoeft het niet zo. Nee. Dan nog een paar vragen over de situatie in Oekraïne. Denk jij dat er nu op kortere termijn een einde komt aan dit conflict? Of dat dit nog langer tijd? Want we hebben de vorige keer over die drie scenario's gehad. Hè? En dan zei je van of Rusland wint, of Oekraïne wint, of het duurt nog heel lang eigenlijk. Eigenlijk is dat
Ik heb het één keer verkeerd voorspeld, dus ik ga niet nog. Misschien kan ik iets voorspellen wat dan gegarandeerd niet uitkomt. Dat zou nog kunnen. Ik weet dat niet. Naar mijn idee ligt de bal in een vrij hoge mate bij Poetin. Die zou er een eind aan kunnen maken. Maar als ik nou zo gezien heb wat hij gedacht, gezegd, gedaan heeft in de afgelopen 10 jaar, dan is niet mijn indruk dat hij dat gaat doen. Het is ook maar, de vraag is hoe ernstig de sancties Rusland eigenlijk precies raken. Kan hij nog wel even door? Dat is niet helemaal duidelijk op dit moment. Sommige mensen zeggen het wordt enorm zwaar getroffen. En anderen zeggen nou, het valt wel mee met die effecten van die sancties. Ik denk dat het ook afhankelijk is van de verliezen die het Russische leger oploopt in de strijd in de Donbass. Die blijken toch ook weer vrij omvangrijk te zijn. Het gaat heel erg traag. Dus kortom, laat ik het kort samenvatten. Ik heb geen flauw idee. Nee. Het kan zijn dat het, laten we zeggen, een doodlopende zaak is in de komende weken of maanden. En voor hetzelfde geld ettert dit door. Zoals, vergeet niet, natuurlijk de gebeurtenissen na 2014 ook eindeloos hebben doorgeëtterd. Er waren in die jaren, totdat dit begon dan, ook enkele tienduizenden mensen om het leven gekomen. Ja. We hebben natuurlijk hier in Europa gezegd eind dit jaar van de olie af, hè? De Russische olie weg. Ja, dat zal nog niet meevallen om dat voor elkaar te krijgen. In alle opzichten natuurlijk zijn de effecten van de poging om de Oekraïne onder controle te krijgen volkomen contraproductief geweest. Zweden en Finland willen lid van de NATO worden. We hebben nu eindelijk begrepen dat de Amerikanen toch op dit punt groot gelijk hadden. Maak je niet afhankelijk van die. Hè? Want als je even terugrekent in jaren, dan ook na 2014 zijn we nog volop, laten we zeggen, zakelijk in de slag gegaan met Poetin. Ja. Ja, dat zal voor Rusland pijnlijk zijn. Al moet je geen illusie hebben dat hij die rommel niet kwijt kan. Want dat is natuurlijk een aanzienlijke behoefte aan relatief schone fossiele energie, dat is gas. Maar het zou voor ons wel handig zijn als we niet afhankelijk zijn van hem. Ja. Ja, er zijn ook economen. Dat blijkt achteraf toch een kapitale fout te zijn geweest. Er zijn ook economen die zeggen, maak je niet, ga dit niet te zeer doorvoeren met die sancties, want dan stort je Europa in een recessie. Ja, dat de recessie, ja. Ik zou zeggen, ik ben altijd geneigd te zeggen, geloven economen vooral niet. Zouden we niet ook na de COVID in een diepe recessie storten? Ja, dit was Harald Benink, die zei dit. En wat bleek, we maakten een vliegende start na COVID, dat nu een beetje vertraagd geraakt is. Dat komt inderdaad door die oorlog. Ja. Maar goed, dat is verder, dat heeft geen economische, dat kan gebeuren bij een oorlog. Poetin heeft niet gedacht, nou, dat zou nog wel eens een recessie. Nee, natuurlijk. Hij heeft zijn kans gegrepen omdat hij niet goed geïnformeerd was. Ja, hij heeft in ieder geval wel gehoopt op geen eenheid in Europa. Dat wilde hij wel natuurlijk heel graag. Ook dat heeft hij bewerkstelligd. Ja. Wat dacht je van de NATO? Hersendood en niet waar, de NATO is ook herrezen. Ja. We zitten natuurlijk uiteindelijk maar met één groot probleem. Namelijk waar alles tot op zekere hoogte op rust aan. Ja, namelijk de Verenigde Staten. Geen erg betrouwbaar fundament is. Ik zal nog even kijken. Als je in de kelder gaat kijken, zie je dat er in dat fundament een gigantische scheur zit. En daar steekt een heel klein feesttoetertje uit en daar staat op Trump. Die vindt dit fijn? Nee, Trump is een volstrekt onbetrouwbare figuur. Maar dat is wel iemand die een redelijke kans heeft om de volgende president van de Verenigde Staten te worden. Ja. Ja, dat is eigenlijk het enige waar we nog niet over gehad hebben, wat wel nog gevraagd werd. Dat is namelijk dat abortusverhaal in Amerika. Ja, dat is natuurlijk, door het presidentschap van Trump en een meer dan schandalige modus operandi van Mitch McConnell, die in allerlei opzichten veel erger is natuurlijk, omdat het een man met verstand en doortastende zin is. Zitten we nu met een hoge rechtshof waarin een zeer ruime, zeer conservatieve meerderheid is. En die is vastbesloten om de federale structuur ten aanzien van het abortusvraagstuk, om die op te doeken. En dat betekent dat in een groot aantal staten in feite de abortus verboden zal worden. Daar wordt nu al uitgebreid aan gewerkt aan die wetgeving, zonder overigens dat het hoge rechtshof. Er was gelekt uit het Hoge Rechtshof.
Het schijnt uitzonderlijk te zijn, wel eens gebeurd, maar toch is het zeer uitzonderlijk. En in andere staten dan, want het is uiteindelijk een statelijke kwestie. Dan zou je zeggen, nou ja, wat is het dan eigenlijk? Hoe erg is het dan eigenlijk als de helft van de staten tegen is en de helft van de staten voor? Dan zijn er nog mogelijkheden genoeg. Je rijdt over de grenzen, klaar is Kees. Maar dat verbod in die conservatieve staten kan wel heel vervelende uitstralende effecten hebben naar de rest van het land. En ze kunnen bijvoorbeeld, wat ze ook in Texas. Als je meewerkt aan het feit dat een vrouw naar een andere staat reist om zich te laten aborteren, dat kan in die staat dan ook strafbaar gemaakt. Ja, ze zijn in de Verenigde Staten niet waar uniek creatief. Zullen ze dit gevecht uiteindelijk winnen? Nee, dat denk ik niet. Dat lijkt me heel onwaarschijnlijk. Waarom? Omdat ik denk toch dat de emancipatie van het individu ondertussen toch... Zover gevorderd is dat dit tot verzet zal leiden, problemen zal geven. Ik geef toe, Amerika is een land wat een uniek talent, we hebben het vaker besproken, heeft om zichzelf in de voet te schieten en problemen te creëren die in feite niet gecreëerd hadden hoeven te worden. Want dat is natuurlijk het hele thematiek van de abortus en het verbod van abortus is, als je het verbiedt gaat het ondergronds en gebeurt het toch. Maar niet op een veilige manier, niet op een medisch verantwoorde manier. Dat neemt niet weg dat je ook over abortus niet moet denken. Nou ja, hè? Ja, ja, ik begreep dat er ook vrouwen zijn die zich 7 keer laten aborteren. Ja, dat zou ik zeggen, dat is een hele dieptreurige zaak. Iedereen die kinderen heeft, die weet dat het eigenlijk een dieptreurige zaak is. Maar het gebeurt toch. Verbied het dan niet, want dan doen ze het met de breinaalden. Hè? Ja. Nou, in Nederland ook al protesten. Het wordt verboden op religieuze gronden. Ja, ja. Je hebt de protest ook in Nederland gezien. Hè? Daar loop je tegen een probleem aan. Dat allerlei, laten we zeggen, gelovige mensen het juist vinden om anderen hun eigen ideeën over dat geloof op te dringen. Met ook beleidsmatige consequenties. Dat is de reden dat we vroeger op zondag niet een vers broodje konden kopen. Terwijl we nu... Als je hier even zo rondloopt, dan kun je een vers broodje op zondag kopen. Ja, of in de Bijbelbelt. Nou, ik heb begrepen dat in Staphorst is het winkelen op zondag streng verboden. Maar de bevolking van Staphorst gaat dan winkelen in Meppel. Ja. Dat is typisch de moderne christen. Hey, je hebt je goede daad gedaan, het is in jouw dorp is het verboden. Maar ja, je kunt het in een aanpalende stad kun je gewoon doen en laten waar je zelf zin in hebt. Nog een paar korte vragen, beste Maarten. Ik heb een vraag over Pim Fortuyn. Is het denkbaar dat hij, als hij niet vermoord zou zijn geworden, dat hij dan een regeerperiode zou hebben gehad? Het rechtspopulisme in Nederland zou dan misschien wel kleiner zijn geworden? Nee, dat denk ik niet. Ja, ik begrijp dit wel een leuke suggestie van laat die populisten regeren, want dan maken ze er meestal zo'n puinzooi van. Hè, dat het een beetje afgelopen is met de belangstelling voor het populisme. Voor hetzelfde geld krijg je zo'n populist als Orbán, die gaat sleutelen aan je democratische systeem en draai het dan nogmaals terug. Dus nee, liever niet. Nee. Oké, Lennart Smit stelde die vraag. Dan hebben we nog iemand die heeft wat ingesproken. Even luisteren naar dat verhaal. Hoi Maarten en Tom, hier spreekt Gerbert Rozenboom. Ik ben fan van jullie podcast. Ik vroeg mij af of jullie kunnen vertellen over de muiterij van de 7 provinciën of de ontwikkeling van de Noordoostpolder. Groeten uit Veenendaal. Dat is een onderwerp idee, lijkt mij. Ja, een dubbel onderwerp idee, want het een heeft weinig te maken met het ander. Ja, ja. De Noordoostpolder is wel interessant, die valt droog, als ik het wel heb, in 1942. En wordt dan een onderduikparadijs. Dat is wel een... Oh. Even afgezien van Schokland, wat midden in die polder ligt. En Schokland, althans de restanten ervan, waren het eerste object van de UNESCO-erfgoedlijst in Nederland. Dat is wel een heel Schokland is wel een heel curieus verhaal. Ik wil wel eens over Schokland vertellen. Schokland is het enige deel van Nederland waarbij het noorden katholiek was en het zuiden orthodox christelijk. Dat is een mooi onderwerp voor een volgende keer. Ja, het gaat geen uren duren, nee. Maar het is een leuk verhaal, ja. Ja. En daar is ook nog een ander idee binnengekomen van een luisteraar die zei van is het nou een leuk idee dat Maarten een keer een boek aanbeveelt en dat we dan met z'n allen dat boek gaan lezen. Dat ik elke keer een boek aanbeveel. Nou ja, dat we dan de tijd hebben om het boek als luisteraars te lezen en dat je dan een paar afleveringen daarna dat boek gaat bespreken. Oh, op die manier, dat je eigenlijk een soort leesclub maakt. Ja. Nou, ik wil het wel eens proberen.
Maar ja, dan moeten ze wel, ze moeten het wel lezen. Ja, maar noemen ze een boek dan nu? Nu meteen uit de losse pols. Ja, dat mag. Nee, dan moet ik iets verzinnen wat voor een zo brede groep. Bijvoorbeeld, wij vonden in mijn eigen leesgezelschap dat we langzamerhand wel erg serieuze boeken lazen. En toen hebben we een aantal titels die ik altijd, dat mag ik niet zeggen natuurlijk, daarom doe ik het soort van aanhalingstekens die ik niet echt serieus bedoel. Damesromans, en dat leest lekker weg, dat is fijn. Het is en literair verantwoord en toch leest het lekker weg. Maar ik zal erover nadenken. Help me even herinneren in mail. Ja. En dan probeer ik een boek te verzinnen wat een zo breed publiek zou kunnen aantrekken. En toch waar je ook op een verjaarspartijtje mooie sier mee kunt maken. Dat is goed. Hartstikke mooi. Ja, want je moet met die literatuur moet je natuurlijk wel de mensen onder de indruk kunnen brengen. Van, ja, maar wel een leuk idee, vind ik, om dat een keer te doen. Ja, misschien hoort het. Nee, ik hou dit even. Wachten we even, ja. Ik denk aan een titel van een heel dun boekje wat wereldberoemd is. Dus wie weet moeten we dat dan doen. Okay. Heb je nog andere dingen die je wilt bespreken die we niet hebben genoemd? Nee, ik had me een beetje... Ik zat een beetje in het Pim Fortuyn dat ik denk, jezus, nog aan toe, dit is... En ook steeds op zo'n toon waarbij je denkt, poeh, kom op jongens, hè. Het is in allerlei opzichten een vrij rampzalige gebeurtenis geweest. En dan zitten we hier over te zeuren alsof die een volksheld was die voor de gewone man sprak. Hij sprak helemaal niet voor de gewone man. Absoluut niet. Nee, maar het mooie is wel weer, het is nu weer voorbij die datum, dus nu hoor je er weer niet. Hij sprak voor de gewone man. Als je zegt, de gewone man was nogal xenofobisch ingesteld, ja, dan sprak hij wel voor de gewone man. Ja, dat wel. Ja. Maar de heisa is nu weer voorbij. Ja, dat is één, vond ik zelf, een van de pijnlijkste dingen. Dat hij zei, ja, die moslims, dat is eigenlijk net als de communisten vroeger. Waarbij hij echt met zoveel woorden zegt, het is een vijfde kolonne. Ze worden gestuurd door een buitenlandse mogendheid om Nederland maar de verdommenis te helpen. Ja. Ze worden helemaal niet gestuurd door een buitenlandse mogendheid. Ja, eigenlijk wel gestuurd, maar omdat het daar zo'n klote leven is dat je beter hier kunt zijn. Ja. Maar ik vond die verdachtmaking van een vijfde kolonne, dat vond ik uiterst pijnlijk. Ja. Oké, nou, dan gaan we de volgende keer weer door. Ja, ik zal proberen te bedenken. Schokland, dat is gauw gebeurd. Ik zal een boek verzinnen wat we eventueel met z'n allen zouden kunnen bekijken. Jamie, nee. En de Amerikaanse president, niet Kennedy, maar wie noemde jij dan vorige keer? Lyndon Johnson. Lyndon Johnson, ja. Ja, dan moet ik eigenlijk al die delen van Caro lezen. Die dan, ja, of een beetje een algemeen verhaal. Dat is eigenlijk de beroemdste biografie van de laatste 50 jaar. Ja. Caro heeft nu al 4 zulke dikke delen geschreven. Hij is bezig aan het laatste deel, maar hij is zo oud dat iedereen hoopt dat Caro ook op tijd klaar zal zijn. Ja. Maar daar kunnen we nog over hebben, over hem. Ja, maar ik ga niet die 4 dikke boeken lezen. Nee. Maar gewoon even in de algemene zin waarom het zo'n opvallende president was. Hij tijdschrift Maarten, dringen ze er nu al jaren op aan dat ik die omvangrijke Drees-biografie lees. Dat zijn ook 4 delen of zoiets dergelijks. Ik weet niet eens precies, maar ja. Op dit punt ben ik... Ik vind biografieën prima, maar ze zijn vaak veel te dik. Ook van belangrijke figuren. Daar is toch het Hafner over Hitler, aanmerking het zo Hitler, dat is toch, het is dat 130 pagina's of zo, ja. Een meesterlijke prestatie is dat. Ja. Ja. Het is bijna altijd te veel van het goede. Precies, ja. Wat een lollig verhaal, zeg je. De sluipschutter. Maarten van Rossum over de Tweede Wereldoorlog. He, dus iemand die zich handig verstopte en die elke vorm van beweging bij de tegenstander zou kunnen afstraffen. Download het luisterboek via de link in de beschrijving. En de Duitsers hebben ook de primeur gehad van het gebruik van gifgas.